Op vrijdag 18 mei is het zover. De grote verhuizing van het Erasmus MC. Alle patiënten en medewerkers verlaten de Daan in den Hoed en het oude Dijkzicht en gaan naar de nieuwbouw. Op die middag, als iedereen is verhuisd, gaan ook meteen een aantal oude gebouwen op slot. Alle toegangen tot de gebouwen die worden afgesloten zijn net zoals hier aangegeven met een rood-wit lint. Er komen kettingsloten bij deuren en op sommige plekken wordt een houten afsluiting geplaatst. Taco, jij bent onder meer verantwoordelijk voor de sloop van het oude Dijkzichtgebouw. Maar waarom moet dit nou meteen na de verhuizing dicht? Nou, we willen veilig verhuizen naar de nieuwbouw, maar we willen ook de oude gebouwen die leegstaan veilig afsluiten. Als ze niet bewoond zijn, nou, dan kan je je voorstellen dat dat allerlei mensen aantrekt. Dus we willen het afsluiten om diefstal te voorkomen, om brandzicht te voorkomen. Er zijn ook mensen die in willen sluipen en geesten willen zoeken. Niet de meeste leuke mensen die hier in huis willen hebben. Dus we moeten het echt op slot doen. We hebben de sleutel natuurlijk, dus als je er nog echt in moet zijn omdat je iets vergeten bent, kan dat altijd nog. Maar we doen het echt veilig op slot. En dan gaan we langzaam beginnen met het sloopproces. En kun je ons alvast verklappen wanneer het slopen gaat gebeuren? Nou, we beginnen het slopen doen we in twee fases. De eerste fase is HEAS, het huidige hoofdentreegebouw. Dat gaat als eerste weg. Daar beginnen we in oktober mee. En daarna zullen we nog aardig wat asbest eruit moeten halen voordat echt de bakstenen naar beneden vallen. Het grote Dijkzicht, zeg maar, waar we nu hier staan, dat zal ergens in 2020 zal je echt de verdiepingen naar beneden zien zakken. En tot groen en grasveld hopelijk verworden. Wil je meer weten over de afsluiting van de gebouwen? Kijk dan op www.verhuizingerasmusmc.nl.